waar je 's nachts voor terugkomt. Dingeman, waar kom jij 's nachts voor terug? Voor de vlucht van dierovers. In de meidagen van 1940, eigenlijk weten niet zo heel veel mensen dat, gebeurt er in Breda iets bijzonders. De stad dreigt eigenlijk klem te raken tussen het Franse front en het Duitse front, althans daarvoor wordt gevreesd. En dan beveelt de burgemeester, jullie moeten nu allemaal op de vlucht. Die hele stad die moet leeg. Dus mensen laten letterlijk hun pannetje soep op het fornuis staan en slaan op de vlucht. Die erovers was heel erg verbonden met de stad, was heel erg begaan ook met het culturele leven in de stad. Maakte ook die vlucht mee. En dan na de oorlog, op het moment dat Sandberg eigenlijk in Amsterdam de messen slijpt tegen de traditionele kunstenaars. Hè, dus die vindt dat het tijd wordt voor de moderne kunst en de vrije kunst en de expressieve kunst. Gaat die erovers werken aan een heel ambitieus drieluik. Getekend in krijt en houtskool. En wat ik ongelooflijk fascinerend vind, is dat er hier een groep kunstenaars was, en misschien is dat op andere plekken in Nederland ook wel het gevoel geweest, die dat, die traditionele manier van schilderen en tekenen heel lang hebben doorgezet en gecultiveerd, ook tot na de Tweede Wereldoorlog. Toen het al niet meer in de mode was. En als je ze moet vergelijken, dan hebben ze voor mij het meeste te maken met wat je in Amerika het regionalisme noemde. Ja, dat waren ook eigenlijk de premoderne kunstenaars die zich heel erg oriënteerden op hun eigen omgeving. En hier zie je dus een hoogtepunt, misschien wel een meesterwerk, uit een regionalistische traditie in Nederland, die we nog helemaal niet als zodanig beschreven hebben. Ik heb een aantal weken geleden op Marktplaats nog een heel mooi groot naakt van hem gekocht. Op Marktplaats? Ja, want het is de grap is natuurlijk dat die kunstenaars zijn zo onbekend dat mensen, ja, er is geen markt voor. Mensen weten ook niet wat ze ermee moeten. Oh, wow. Het komt eerst tussen kunst en kitsch. Terwijl mijn collega's bij de vereniging Rembrandt aan moeten kloppen, kunnen wij nog op een andere manier hele belangrijke lacunes in onze collectie vullen. Voeten op tafel en naar Marktplaats. Het is prachtig werk, maar hoe kan ik ervoor zorgen dat andere mensen dit ook gaan zien en ontdekken hoe bijzonder het is? Nou ja, hier. Een hele nacht voor dit drieluik. Een hele nacht voor dit drieluik.